NOS Actueel. Feest in Den Haag. Prins Klaus vierde vandaag zijn 70ste verjaardag. Als cadeau kreeg hij door het kabinet een fonds aangeboden voor ontwikkelingssamenwerking en cultuur, het Prins Klaus Fonds. Minister Pronk schetste in zijn toespraak waar het de prins om gaat met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking. Het conformisme doorbreken. De programmering van je afschudden. De gewoontewijsheden doorprikken. En in dat doorprikken van gewoontewijsheden deelt Prins Klaus graag een veeg uit de pan uit aan zijn gesprekspartners. In zijn functies was hij in die discussie, zou ik zeggen, de personificatie van de ingebouwde inspectie. Niet de inspecties te velden. De ingebouwde zelfinspectie. En daardoor, door die functie te vervullen, wist Prins Klaus te voorkomen dat we doorschoten. Hield hij ons in het goede spoor. Prins Klaus, ik wil u van harte feliciteren met uw verjaardag vandaag. En ik wil ons allen feliciteren met het feit dat u bereid bent om ons nog jarenlang op de door u bedachtzame wijze ons scherp te houden. Met ons mee te denken en met ons mee te werken. Hartelijk dank. Prins Klaus bedankte minister Pronk, die hem ook nog het eerste exemplaar aanbood van een boek met toespraken die de prins de afgelopen jaren heeft gehouden. Daarna kwam Prins Klaus zelf aan het woord. Ik ben de Nederlandse regering bijzonder dankbaar voor haar visie en vrijgevigheid. Wie het ook bedacht heeft, het is een schot in de roos. Het fonds moet het nu waarmaken. Ikzelf zal als actieve erevoorzitter nauw betrokken zijn bij het rijlen en zeilen van het fonds. Het draagt mijn naam en dat houdt ook voor mij in verplichtingen. Dames en heren, als u mij toestaat, een harte wens van een dankbare 70-jarige voor de toekomst uit te spreken. Mogen het Prins Klaus Fonds leven, groeien en bloeien. En dames en heren, ik ben niet in Afrika. Ik ben blij met deze verjaardag onder mijn vrienden in Nederland te zijn. Dank u wel. Prins Klaus wordt in 1926 geboren in het Noord-Duitse Dötzingen, als zoon van Gosta en Klaus Felix von Amsberg. Samen met zijn zusje brengt hij een aantal jaren van zijn jeugd door in Tanganyika in Oost-Afrika, waar zijn ouders zich in 1928 hadden gevestigd. In 1933 vertrekt hij naar Duitsland, waar hij in Bad Doberan in Mecklenburg naar de lagere school gaat. Op een internaat in Pommeren doorloopt hij vanaf 1938 de middelbare school. Na zijn schooltijd moet hij in 1944 onmiddellijk in militaire dienst bij de Weermacht. Hij dient in de 90ste Panzerdivisie in Italië. Begin mei 1945 wordt hij bij Merano krijgsgevangen gemaakt door de Amerikanen. Na de oorlog studeert Klaus rechten in Hamburg en wordt hij diplomaat in Midden-Amerika en Afrika.
In 1963 volgt overplaatsing naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bonn. Het is deze foto in de Engelse krant The Daily Express die binnen 2 jaar het leven van Claus von Amsberg radicaal zal veranderen. Een foto uit een serie, heimelijk gemaakt van achter de struiken van kasteel Drakenstein. Nadat koningin Juliana op 28 juni 1965 de verloving via radio en televisie bekend heeft gemaakt, stelt Claus zich voor aan het Nederlandse volk. Ik ben blij dat ik mezelf aan u mag voorstellen als de verloofde van prinses Beatrix. Ik ben mij wel bewust van uw gevoelens en van de moeilijkheden die hier voor velen van u aan verbonden zijn, naar wat in het recente verleden gebeurd is. Ik begrijp en respecteer dit. Toch reageren de meeste Nederlanders enthousiast op het nieuws van de verloving. Tijdens een officiële rondrit door Den Haag staat het publiek rijendik langs het Buitenhof. De verlovingstijd betekent voor Claus de kennismaking met een voor hem totaal onbekende wereld. Op dat moment realiseert hij zich nog niet wat de toekomst als prins hem zal brengen. Ik had geen idee wat de monarchie inhield. En ik was ook een beetje naïef, geloof ik. Ik heb gedacht, ja, een tijd lang... Ik zit nu in de Duitse diplomatieke dienst, misschien kan ik... Een post op een Nederlandse ambassade krijgen. En dan gaan we ergens naar Afrika of naar Zuid-Amerika of naar Azië ergens naartoe. Een beetje naïef. De wereldpers krijgt steeds meer belangstelling voor het jonge paar. Maar toch is er nog volop tijd voor een wintersportvakantie in het Zwitserse Gstaad. In februari 1966 gaan prinses Beatrix en Claus von Amsberg in ondertrouw op het gemeentehuis in Baarn. Prinses Philippe Biesterfeld, oud 28 jaren, wonende te Baarn, die verklaarden dat zij voornemens zijn met elkander een huwelijk aan te gaan. Het huwelijk zelf voltrekt burgemeester Van Hal in maart van dat jaar in Amsterdam. Verklaart gij aan te nemen tot uw wettige echtgenote, prinses Beatrix Wilhelmina Armgard der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, prinses van Liepe-Biesterfeld? Ja. Verklaart gij getrouwelijk alle plichten te zullen vervullen welke door de wet aan de huwelijke staat verbonden zijn? Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik in naam der wet dat gij door de echt aan elkaar nog verbonden zijt. Na het burgerlijk huwelijk op het stadhuis rijdt de stoet naar de Westerkerk voor de kerkelijke inzegening. Tijdens deze rit werpen omstanders uit protest rookbommen naar de Gouden Koets. Terugblikkend op die bijzondere dag zegt prins Claus hierover. Het huwelijk in Amsterdam, en daarmee bedoelt men dan al die rellen daaromheen. En de rookbommen, de demonstraties. En het was toch waarschijnlijk een evenement dat de geschiedenis in zal gaan als het huwelijk. Niet het mooie huwelijk, het huwelijk van het jaar, zoals het tegenwoordig bij sommige huwelijken heet. Nee, het huwelijk. Maar het was natuurlijk mijn huwelijk, of ons huwelijk. Maar wat er omheen speelde, daarvoor heeft gespeeld, daarna heeft gespeeld, is toch wel een eenheid. En een hele complexe zaak. En heeft op mij een diepe indruk gemaakt. In die zin dat ik... Plotseling geconfronteerd werd met het verschijnsel dat je, althans door sommige mensen, niet aanvaard werd, alleen omdat je uit een bepaald land afkomstig was.
Na de huwelijksreis gaan Beatrix en Klaus wonen op kasteel Drakenstein in Lage Vuurse. Een jaar later, in april 1967, wordt hun eerste zoon geboren, prins Willem-Alexander. De volgende jaren gevolgd door nog twee zonen, Johan Friso en Constantijn. Prins Klaus beschouwt die periode nog altijd als een zeer prettige tijd. Een tijd ook waarin hij zich een goed inzicht verwerft in de Nederlandse samenleving. In die tijd, toen mijn vrouw meer thuis was bij de kinderen, ben ik begonnen mij op Nederland te oriënteren en in Nederland in te leven. En ben in die jaren eigenlijk veel meer buitenshuis geweest dan daarbinnen. En ik heb, geloof ik, niet mijn vaderlijke plichten veronachtzaamd, maar ik ben in die tijd wel veel meer buitenshuis geweest dan hier. De prins heeft zich altijd bezig gehouden met ontwikkelingssamenwerking. Tijdens een symposium van de UNCTAD in 1972 geeft hij onverbloemd zijn mening. Als er niet snel een verandering van de mentaliteit ten aanzien van de derde wereld komt, dan zijn radicale maatregelen onontkoombaar. Hiermee overschrijdt hij de grenzen van wat leden van het Koninklijk Huis kunnen zeggen. Ik beperk me tot die dingen eigenlijk waar ik dan van denk dat ik er verstand van heb. Of voor dingen waar ik menselijke betrokkenheid het gevoel heb, hier moet iets gebeuren. Ja. Hier moet echt iets gebeuren. Ja. Maar ook dat doe ik mondjesmaat. Omdat als je dat te veel doet, dan slijt dat ook. Dan zeg je, daar heb je hem weer. Ja. Dan komt die Klaus weer met weer een van zijn hobby's aanzetten. En zo. Dat moet je ook niet hebben. In de jaren voordat Beatrix koningin wordt, gaat het paar naar een groot aantal landen, zoals de Sovjet-Unie. En in de Volksrepubliek China gaan ze op bezoek bij partijleider Hua Guofang. Maar ook in Nederland staan er heel wat officiële gebeurtenissen op het programma. Zoals hier een bezoek aan de luchtmachtbasis Leeuwarden. De prins bekijkt er onder andere de nieuwe F-16 gevechtsvliegtuigen. Bij de vele officiële handelingen van de prins is ook de uitreiking van de Zilveren Camera, de prijs voor de beste persfoto van het jaar. En bij de opening van de Haagse Paardendagen in 1975 laat hij zichzelf verleiden om met een kanon op de gebouwen aan de overkant van de Hofvijver te schieten. Je mag niet op het parlement schieten. Het zal u je baantje niet kosten. Maar dat is een geweldige klap, hè? De drie zonen van Beatrix en Klaus groeien op in de beslotenheid van Drakenstein, waar vader en moeder dan nog veel tijd aan hen kunnen besteden. Maar de grote verandering komt op 30 april 1980 in Amsterdam, als Beatrix koningin wordt. De koningin! In haar inhuldigingstoespraak betrekt de koningin ook nadrukkelijk haar man. Ik besef hoe gelukkig ik ben dat naast mij mijn man staat. Die mij steunt, aanvult en corrigeert. Zijn talenten zal hij blijven geven aan zijn veelzijdig werk in en voor Nederland. Dat zal prins Klaus inderdaad blijven doen. Zijn talenten blijven geven aan zijn werk voor Nederland. Maar het zal hem wel met de tijd steeds zwaarder gaan vallen. Zijn rol van echtgenoot van de koningin. Zelf zegt de prins over zijn nieuwe positie. Het is sinds 1980, sinds de inhuldiging van mijn vrouw, natuurlijk heel wat veranderd in maatschappelijke milieu waarin wij functioneren. Mijn vrouw heeft haar eigen precies afgebakende functie, waarbij
ik meestal buiten sta. Leden van de Staten-Generaal. Onder een economisch ongunstige sterrente hervat u vandaag uw werkzaamheid. Zo sprak mijn moeder tot u bij de opening van het vorige parlementaire jaar. In oktober 1982 wordt prins Klaus in het ziekenhuis opgenomen wegens klachten van depressieve aard. Die klachten zullen nooit helemaal verdwijnen. Vandaar dat de prins het nog steeds bij tijd en wijle wat kalmer aandoet. Terugkijkend op zijn ziekteperiode, zei prins Klaus erover. De ziekte is achter de rug. Maar het is niet zo dat je je voelt als of er een beenbreuk was. Mm-hmm. En die geheeld is. En daar hoef je niet meer naar om te kijken. Het is toch iets wat veel dieper gaat. Wat invloed heeft op je denken, op je hele persoonlijkheid en je uitzicht op je eigen functioneren, je toekomst en alles wat met je positie in het gezin, in de samenleving samenhangt. Dus je bent nooit meer dezelfde die je was voor de ziekte. Op 10 maart 1991 vieren koningin en prins hun 25-jarig huwelijksfeest. Ze laten vooraf weten niet het traditionele geschenk te willen ontvangen. In plaats daarvan zien ze graag dat Nederlanders voor dat geld zelf een boom of struik planten, om zo Nederland nog mooier, nog groener te maken. Zelf gaan ze op 20 maart bomen planten in het Gelderse Winterswijk. Het wordt een sober huwelijksfeest met alleen een gala-balletvoorstelling voor genodigden in het Amsterdamse Muziektheater. Bijna de hele koninklijke familie is er die 11e mei 's avonds bij aanwezig. Dat koningin Beatrix en prins Klaus voor een balletvoorstelling kiezen is geen toevalligheid. Prins Klaus is net als zijn vrouw een groot liefhebber van ballet en klassieke muziek. Die belangstelling voor klassieke muziek in Nederland toont prins Klaus ook als het gaat om jonge muzici. Dames en heren, de uitnodiging om hier vanavond het eerste benefietconcert bij te wonen van de Stichting Nationaal Muziekinstrumentenfonds heb ik met veel plezier aanvaard. Beste Janine, waar ben je? Een jonge violiste krijgt een kostbare viool. Hier arriveert de prins voor de opening in Amsterdam van een tentoonstelling gewijd aan de componist Gustav Mahler. Een opening met een bijzonder muzikaal tintje. Veel plezier heeft de prins als hij in Scheveningen wordt geconfronteerd met de gebeeldhouwde hoofden van de leden van zijn gezin en hemzelf. Prins Klaus is als vader altijd nauw betrokken bij de gebeurtenissen in zijn gezin. De vakanties speelden en spelen daarbij nog steeds een belangrijke rol. Holland. Ook uit. Klopt dat? Yeah! Ik heb een geldje op Holland. Ja. Dit is allemaal te dood worden. Goed. Ja. Goed, gaan we door. Ja, dat was dan te huis. Je neemt die mee. Ja, ik zie het. Sterker wordt trokken.
Bij de uitreiking in Leiden van de Bul aan prins Willem-Alexander is prins Klaus uiteraard aanwezig. Als trotse vader feliciteert hij zijn zoon met het behalen van dit studiesucces in het vak geschiedenis. De tijd die wij hebben gehad met de kinderen toen ze klein waren, toen ze opgroeiden, de vakanties met de kinderen, het begeleiden van de kinderen, het zich zien ontwikkelen van de jongens, dat is eigenlijk een proces geweest. Met alle ups en downs natuurlijk, maar in het algemeen was dat eigenlijk de bron van onze grootste vreugde. De prins maakt veel buitenlandse reizen, officiële en minder officiële. Zo bezoekt hij samen met de koningin in 1991 het inmiddels herenigde Duitsland. In gezelschap van bondspresident von Weizsäcker gaat het ook onder meer naar Paleis Sanssouci, de voormalige residentie van de Pruisische koningen. Ook brengt de prins samen met koningin Beatrix een staatsbezoek aan Australië. Ze leggen een krans bij het monument voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog. Aan boord van een meegevaren eskader van de Koninklijke Marine laat prins Klaus zich op spectaculaire manier overzetten van het ene schip naar het andere. In de herfst van 1992 bezoekt Klaus samen met zijn hele gezin de Nederlandse Antillen. Een reis in het kader van het 12,5-jarig regeringsjubileum van de koningin. Prins Klaus gaat in augustus 1995 ook mee op een staatsbezoek naar Indonesië. In het jaar waarin dit land de 50ste verjaardag van zijn onafhankelijkheid viert. Klaus bezoekt er samen met zijn vrouw en prins Willem-Alexander onder meer een rubberplantage. If you leave the tree like that without tapping, they will grow better, higher and bigger. Op Kalimantan adopteren ze een drietal weesgeworden orang-oetangs. De aapjes krijgen de voornamen van hun koninklijke pleegouders. De derde wereld blijft prins Klaus het meest interesseren. In Opper Volta geeft hij een toelichting bij een Nederlands ontwikkelingsproject. Niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook particuliere organisaties en de Stichting Nederlandse Vrijwilligers doen aan ontwikkelingssamenwerking. Hier in het noorden van Boven Volta ziet u twee Nederlandse vrijwilligers die de mensen ter plaatse, de kleine boeren die nog nooit een ploeg gezien hebben, het ploegen leren. In 1981 formuleert de prins zijn visie als volgt. Het uiteindelijke doel van ontwikkelingssamenwerking is dat alle mensen op deze wereld redelijk kunnen leven en ieder land economisch op eigen benen kan staan. De weg om dit te bereiken, dus op welke manier de armoede opgelost kan worden en de ontwikkelingslanden economisch zelfstandig kunnen worden, is vaak heel verschillend. In zijn functie als inspecteur-generaal van het ministerie voor ontwikkelingssamenwerking adviseert de prins de minister bij talrijke zaken ten aanzien van de derde wereld. Voor zijn verdiensten op dit terrein ontvangt hij in Den Haag een eredoctoraat van het Institute for Social Studies. En vandaag, op zijn 70ste verjaardag, biedt het kabinet hem een wel zeer bijzonder cadeau aan. De instelling van een Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking en Cultuur dat zijn naam draagt. Het Prins Klaus Fonds. Premier Kok. Koninklijke Hoogheid, het is mij een bijzonder genoegen dat ik u thans namens de regering uw verjaardagsgeschenk mag overhandigen.
Ik doe dat op symbolische wijze door u de oprichtingsakte van het Prins Klaus Fonds aan te bieden. Ik ben de Nederlandse regering bijzonder dankbaar voor haar visie en vrijgevigheid. Wie het ook bedacht heeft, het is een schot in de roos. Het fonds moet het nu waarmaken. Dames en heren, als u mij toestaat, een harte wens van een dankbare 70-jarige voor de toekomst uit te spreken. Mogen het Prins Klaus Fonds leven, groeien en bloeien. En dames en heren, ik ben niet in Afrika. Ik ben blij met deze verjaardag onder mijn vrienden in Nederland te zijn. Dank u wel.